goed, mensen, ja, er moet weer een dag ingevoerd worden. Tenminste, als het dan Francis Giesbers ligt. Want die is namelijk voor de invoering van de nationale feestdag Vriendinnendag. Oh, ben ik ook goed voor... idee. Ja, als het een vrije dag is, waarom niet? Ja, en als wij mee mogen met de... Dat is natuurlijk ook een belangrijke voorwaarde die hier even gesteld wordt op dit moment. Ja. Francis Giesbers. Ja, Francis, goedemorgen. Je spreekt met Edwin Evers van Radio 538. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, die is helemaal in carnavalstemming, ja. Dat hoor ik al. Ja. Ja, hè? Zeker. Ben jij een carnavalsvierster? Absoluut. Ja? Ja. Oh, dan wil ik eerst even met jou even de carnavalstest doornemen. Is het nou wiegen of weigen? Wiegen. Wiegen, hè? En hoe heet wiegen? Jodel... Tenminste, op school jodel... jodeljaar, of wat bedoel je? Tirolenjaar. Ik zit verkeerd. Tirolenjaar. Tirolenjaar? Ja. Tirolenjaar. Tiroler. Tiroler. Ja. Een rare naam voor een dorp. Een rare naam voor een dorp tijdens de carnaval. Ja. Maar goed, lekker belangrijk. Jodelen, hè? Oh, jodelen natuurlijk. Jodelen, komt er vandaan. Ja. Zeg, luister eens, Francis. Ja. We doen zo even, ik ga zo even de fragmenten van de Nationale Carnavalstest met je doornemen. Die zijn wij aan het doen namelijk. Maar eerst even waar ik nu officieel voor bel. Namelijk voor de invoering van de Vriendinnendag. Ja. Oh, ja. Dan zeg ik bij mezelf, ga lekker je gang. Val mij er niet meer lastig. Ja. Is goed. Is mijn eerste reactie. Ja. Doen we dat. Fijne dag. Oh, Frans, heeft wel humor. Ja, daar houden we van. Hè? Maar vertel, wat is de bedoeling, Frans? Nou, het is allemaal, iedereen heeft het druk en met werk en met van alles. En ik had zoiets van, het is zo leuk om eens een keer een dagje wat extra stil te staan bij een goede vriendschap. Een hele hechte vriendin of goede vriendinnen. Ja. En om daar eens een keer een dagje extra aandacht aan te besteden, want dat is toch echt wel kostbaar. Ja, dat is waar, ja. Maar de goede vriendschappen moet je toch sowieso het hele jaar onderhouden, of zeg ik... Absoluut. Maar ja, in principe is dat ook met Vaderdag en Moederdag. Ik bedoel, ik verwend mijn moeder dagelijks. En, maar met Moederdag doe ik dat nog een keertje extra. Nog een keer extra erbovenop. Maar vriendschap is toch een illusie? Ja. Voor mij niet. Toch een soort pakketje schroot met een... Dun laagje chroom. Ja, nee, voor mij niet. Nou kijk, als het gaat om geld, als het gaat om vrouwen, als het gaat om alles, ja, als het gaat om alles wat je lief hebt, ja, wie kun je dan vertrouwen? Ja, je hebt ze erbij. Maar het is inderdaad, ja, een liedje, het klopt, maar er zijn... voor mij geldt het in ieder geval wel. Maar wat gaan we doen op de Nationale Vriendinnendag? Hoe ziet die dag eruit? Waar verzamelen we? Ja, wat is... waar verzamelen we? Waar verzamelen we? Ja, waar verzamelen we, Frans? Nou, iedereen mag er gewoon helemaal lekker zelf invullen. Oh, maar het is gewoon leuk om iets te gaan doen. En dat kan zijn lekker een dagje winkelen met je vriendin. Of lekker met een heel stel gewoon een hapje gaan eten. Of gaan stappen. Of ja, gewoon iets leuks. Maar met elkaar besteden. Dus niet cadeautjes kopen of zo. Dat is niet de bedoeling. Het is meer gewoon een herdenkingsdag van... Goh, je vriendinnen een berichtje sturen. Ja. Oké. We gaan wat leuks doen die en die dag. En hoe wil je dat... je wil dat het een landelijke dag wordt. Ja. En hoe ga je dat aanpakken? Nou, ik moet zeggen, we zijn voor 2 weken terug eigenlijk een beetje op het idee gekomen van, goh, wat vreemd eigenlijk dat er nog niet is. Ja. En dus toen heb ik het op huis gegooid en toen heb ik hartstikke veel reacties gekregen. Ja. En toen dacht ik, nou, dan moeten we er wat mee gaan doen. En toen hebben we vorige week dinsdag zeg maar een Hives Vriendinnendag aangemaakt. En nou, met een week tijd zit ik nu op 6300 leden. Zo, dus, zo. Nou, animo genoeg zou ik zeggen. Dan heb je heel wat vriendinnen erbij, daar kan je het hele jaar mee vullen. Ja, oké. En dat is hoe maak je daar een landelijke nationale feestdag van dan? Ja. Hoe werkt zoiets? Ja, dan moeten we eventjes... We hebben in ieder geval... ik denk dat bij jullie ook wel meehelpt als inderdaad een beetje media erbij komt. Ja, dit helpt. Ja, de reacties die stromen hier ook binnen. Ja. Rot op met je vriendinnendag. Ga wat zinners doen met je leven. Ja. Heb je toch snipperdagen voor? Moet je niet werken. Reacties stromen hier. Leuk. Nee, ik zit je te plagen, Frans. Dat ze niet af kunnen melden. Jawel, trouwens, ik kan wel. Ik zit je te plagen. Ja. Maar is het gewoon vriendin of ik kan het ook met vrienden? Bijvoorbeeld mannen hebben ook natuurlijk... Daar heb ik ook al heel veel berichtjes over gehad. Zo of van, dat mannen waarom mogen wij niet meedoen? Ja. En dit en dat. Ja, maar mannen willen ook wel gewoon eens een keer een dagje legaal met hun vriendin af kunnen spreken. Natuurlijk. Ja, dat is... Ja. Nou ja, goed, dat kan dan op Valentijnsdag. Maar nee, ik weet niet. Ik had gewoon zoiets... In principe kan het ook vriendendag zijn. Maar ik denk dat het onder vrouwen gewoon zo wat meer klikt. Om elkaar dan inderdaad
op te bellen van, goh, we gaan wel leuks doen. Ja, en is het, moet het een door de weekse dag zijn of is het gewoon op een zaterdag of op een zondag? Op een zaterdag. Dus dit jaar is het op 15 maart, maar ik heb hem eigenlijk vastgezet op de derde zaterdag van maart. Oh, derde zaterdag, schrijf me even op. Derde zaterdag van maart is het. Ik heb het ook op zaterdag, omdat ik zoiets heb van, dan is ook iedereen in de gelegenheid om dan iets leuks te gaan doen. Dat is ook zo. Dan krijg je weer van, ik kan niet, ik moet werken, ik heb oppas. Je kan ook de eerste koopzondag van het jaar doen, dus misschien ook, kan ze ook kunnen. Gewoon de hele periode van de huishoudbeurs. Dat is ook misschien... Dat is ook nog een idee. Nou goed, waar kunnen mensen zich aanmelden als vriendin? Moet je op de Hives... We hebben een site www.nationalevriendinnendag.nl. Er is al een hele site van ook gewoon. Ja. Doe maar, ja. En via die site kun je ook met een link naar de vriendinnenhives. Ja. En anders is het www.vriendinnekeshives.nl. Maar je kunt via de www kun je gewoon doorlinken naar de vriendinnen-site. En hoe meer aanmeldingen zou ik zeggen, hoe meer animo. Ja, dus. Dat begrijp ik. Goed, Francis. Zeg, ik moet weer aan het werk. Ik wou zeggen, ik wens je... Zullen we nog even de carnavalstest doen? Wil je even als zuideling even meedenken naar de... Ik geef 3 fragmenten, moet jij even je voorkeur geven. Oh jee, goed. Dan komen ze, oké. Ja. Hey! Dit is nummer 1. Kom van. Is beter dan staan. En als je de zon bent, dan word je maar neer. Ja. Wat voor een uurtje, dan gaan we van weer. Hey. Hier voel ik me thuis. Nummertje 2. Ik een kastelein of niet zijn gasten zijn. Ja. Hier voel ik me thuis. Hier is geen haat en mij, alleen gezellig. Ja. 3. Ik ben een boer. En zoek een vrouw. Vader Abraham, dames en heren. Waar ik heel, 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 heel veel van hou. Ik ben een boer, boer. En zoek een vrouw. Zoek een vrouw. Zo. Nou, dat waren ze, Francis. Hartstikke leuk. Wat denk jij ervan? Ja, ik vind fragment 3 wel heel erg leuk. Ik ben een boer en zoek een vrouw. Vader Abraham. Ja, goed. Ik schrijf hem er even bij voor je. Oké. Okay. Veel succes met de vriendinnendag. Dankjewel. Doei. Dit is de ochtendshow. Nou, interessant om even over te praten. Zinloos initiatief. Ja, zeker. Uren door kunnen praten nog, maar goed. 7:30. Goedemorgen. Ja.